Rabbi Allah. Rome en Wonderweek gaan doen. Want dat kon namelijk zo. Arjan, dat is die jongen daar met al zijn bolletjes. Dat is onze wielrenner in de bolletjestrui. Arjan, jij hebt een boek geleend bij de bibliotheek, hè? En dat is weer een maand geleden. Ja. Heb ik een boek gehaald. Op de bieb. En dat boek dat heette Wie Waar Wonderland. En dat was een heel mooi boek. Het ging over een heel ver land. En daar gebeurden allemaal hele vreemde, gekke dingen. Nou, dat vond ik zo leuk. Zodat we daarom de Kakenweek zo doen. Maar dat was toch geen gewoon boek? Nee. Je hebt me toen verteld dat er allemaal rare dingen gebeuren. Ja, niet alleen in het boek gebeuren er rare dingen, maar ook bij mij thuis. Bij jou thuis? Bij mij thuis. Wat dan? Bijvoorbeeld de cavia. Een hele kleine cavia. Die dacht dat het een beer was. Een beer? Grommen, krabben, van alles. En heeft hij je gebeten? Ja, kijk maar. Oh, een cavia die denkt dat hij een beer is. Maar dat is nog niet alles. Nee? Nee. De vissen. Ja. Twee goudvissen. Ja. De hele bak leeggedronken. De hele vissen komt leeg? Helemaal leeg. Nou, is dat niet raar, jongens? Ja. Dat is toch niet gewoon? Nee. Nog meer rare dingen? Ja. Nou, houd niet op. Een vogeltje. Een vogeltje. Die kroop de hele tijd in het fototoestel. In het fototoestel? Ja, die dacht dat is mijn kooitje. Nou. Nee, hè? En was dat allemaal toen jij dat boek in huis had? Ja. Toen ik dat boek in huis had, toen gebeurden er al die vreemde dingen. Ja. En heb je het toen weer teruggebracht? Ja. Ik heb het een paar weken geleden teruggebracht. Ja. En toen was het over. Toen deed de cavia weer normaal. Ja, en de vissen dronken, de vissen komen niet alleen. Helemaal niks meer. En het vogeltje. Dat zat ook nog weer gewoon in zijn kooitje. Ja. En fluit hij nog? Ja, zo weer. Het komt weer. Het komt weer. Ja. Ik heb iets heel, heel wonderlijks meegemaakt. Ik was de posters voor de kakelweek tekenen. En ik wilde eigenlijk alleen maar een kakelkopje erop tekenen. Ja. Maar nee, ja, dat lukte niet. Wat gebeurde er? Die pen die had zichzelf een levensgrote nap op de posters tekenen. Ja, zomaar. En al die rare friemeldingetjes. Ik weet niet wat ik voor moet stellen. Ik denk, neem ik toch een andere pen, dan heeft vast over. Dan kan ik het zelf gaan tekenen. Precies hetzelfde. Ik snap er niks van. Zeg, wie heeft de kakelaffiches al gezien? Oh, daar heb je er een. Dus jij wil... Samen, jij wil zeggen dat je die nacht... Ben deed het eigenlijk. Ik hoef eigenlijk niks te doen, de pen. En al die rare dingetjes eromheen? Ja. Laten we ze even hoog houden, kunnen de kinderen zien. Het zijn allemaal van die rare wezentjes. Ik snap er niks van. Weet jullie wat dat is? Zijn, wat? Drollen? Dat zijn toch geen drollen? Laat eens goed kijken. Leeuwen. Nou. Drollen. Volgens mij zijn het kakelkindertjes. Volgens mij zijn het hele rare, wonderlijke kakelkindertjes, ja. Het donderdaal, weet wie dat het worden zal.
Bewegingen ook, hè? Dan moeten we die er ook maar bij doen. Hoe oud bent u? Zeer bijzonder. Doe op, mannetje.
Nou, weet je wat? We gaan eenmaal allemaal staan, iets naar achteren. Dan kunnen de voorste ook goed staan. Dan maken we een beetje ruimte. Waar komt u vandaan? Meneer, waar komt u vandaan? Koud, hè? Koud, hè? Ja. Probleem. Is dat nou koud? Moet ik hier in praten? Nee, joh! Mag ik even meneer Bijzonder of meneer mevrouw Bijzonder noemen? Meneer mevrouw Bijzonder, dan gaan we eens allen roepen, hè? Bijzonder, mevrouw meneer, zeer bijzonder! Mevrouw meneer, zeer bijzonder! Bijzonder! Hoe u heet? Bovenwonder. Bovenwonder? Zeer bijzonder. Zeer bijzonder. Onder? Onder. Ja, wat zullen we met hem doen? Zullen we hem naar huis sturen? Ja, hij zegt toch niks. Weet je nog iets? Zeg eens. Nou, zeer bijzonder. Hij vindt het hier gewoon zeer bijzonder. Vindt hij het hier eens heel bijzonder? Zou hij verlegen zijn? En nou lacht hij. Hij zal ons toch wel ergens begrijpen. Zeg je? Misschien heet hij wel onderbijzonder. Nou, die naam, daar komen we maar niet uit. Volgens mij staat het op de verkeerde wereld. Op de verkeerde wereld. Maar waar is die andere wereld dan? Onder? Nou... Hij lachte toen ik het vroeg, dus... Nou ja, als je hier blijft, dan mag hij blijven hoor. En dan mag hij hier in een tentje slapen, dan moet hij zelf maar weten. Dat hoor ik nooit in een bezoek. Iemand van de bibliotheek, van Arjan. Ja, wat is er aan de hand? Nou meneer, oh, even wachten hoor meneer. Ik ben al bij thuis geweest en ik heb gehoord dat u bij het Kako was. Mensen, ik neem aan dat het hier het Kako is, hè? Ja.
Nou, en ik ben heel boos, want u hebt dit boek geleend. Ja. Kijk, het Wiwa Wonderboek. En is dit te laat teruggebracht. Dat is het Wiwa Wonderboek, jongens. Maar dat is nog niet zo erg, want het boek is helemaal niet meer heel. Hoe kan dat nou? Nou. Ik heb alleen de kast nog. Ik heb er niks mee gedaan. Arjan is een maar hele keurige jongen. Ja, en ik moet het boek wel betalen. Kijk, ik heb het op tijd teruggebracht. Geen plaatjes, geen tekst. Hier. Hoe moet ik dat boek nou nog uitbrengen? Dat kan toch niemand meer lezen? Ja, ja, dat gaat zijn. Zoiets doet Arjan niet hoor. Hé hey, jongens, zoiets Arjan niet hè. Nee. Die gaat geen lege boeken inlezen. Kan niet. Ja, nou, ik heb ze er niet uitgehaald. Het heeft het zo teruggebracht. Nee, toen ik het terugbracht, toen was het een goed boek. Wie heeft dat gedaan? Deze mannetje gedaan. Oh ja, we hebben ook nog een mannetje met zijn belletjes. Wat was het? Het was een nar, hè? Een soort klap. Waar is die? Zullen we hem eens even roepen? Schiet nou toch op, meneer en mevrouw, die wel onder. We zitten... Ah, daar is hij. Ja, dat is hij. Wat is dat, is hij? Die hoort in het boek. Wat? Sorry, ja. Hé, 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 hé. Ho, 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 ho. Dat gaat toch niet? Maar wat zei u nou? Dat is de hoofdpersoon van dit boek. Wat stond er dan in dat boek? Ja, daar weet ik niet meer precies wat erin stond. Toen ik het gelezen heb een paar jaar geleden... Toen was het ook al zo'n raar boek, dat weet ik nog wel. Ja. Wat er precies in stond. Ja, u weet toch nog wel iets? Nou, alleen dat het een raar boek was. Alleen maar... Oh, wacht eens, wij hebben toch ook dit boek gelezen? Jullie, wie van jullie hebben allemaal het boek gelezen? Frank, weet jij nog wat erin stond? Ik weet het. Het liefst slecht dan. Ik weet het eigenlijk niet meer. Leon, weet jij nog iets? Nee, ik zou niet weten. Helemaal niet. Wie is de schrijver van dat boek? Weet u dat misschien? De schrijver. Ik weet nog wel, toen ik het boek kocht, toen was het zo'n rare figuur. Hij wilde het niet eens verkopen. Ik heb het zo gekregen. Hij was denk ik blij dat hij het kwijt was. Dus u had de schrijver wel gezien? Ja, het was zo'n oude, een beetje oude meneer. En hij zei, nou hier heb je het boek en ik word kluizenaar. Dat is het enige wat ik van weet. Ik word kluizenaar. Moet uitmoedig gaan zoeken hoe Wonderland eruit zag. Zullen we dat maar gaan doen? Ja? Er zijn namelijk een hoop spelletjes en die gaan ook over Wonderlanden. En misschien dat het er zo uitzag. En misschien weten we dan, misschien, waar die naar woonde. Zullen we dat maar gaan proberen dan? En dan laten we de nar overal rondkijken. Misschien herkent u wel dit. Ja. Ja. Zullen we het boek houden? En dan proberen wij deze week de nar in ieder geval weer in terug te krijgen. Nou, dat zal een heel kwijt worden. Zullen we het proberen, jongens, wat er nou weer in het boek komt? Ze hoort het wel natuurlijk, hè? Die had er nog in gehad. Die laat. Ja, die had er gewoon. Jij nog een? Ja. Kijk, ik heb ook niet. Ik heb een beetje ook niet. Ook niet. Ook niet. Ik moet in de zak blijven staan. Misschien niet steken. Dus even bij. De kinderen hebben de kuren. En zijn een beetje lotje getikt. Papagaaien. Papagaaien. Hé jongens, zo kunnen we natuurlijk ook de nacht een hele hoop dingen leren. Ja, jongens, zo kan je wel weer. Jongens, ik heb goed begrepen dat er is bos voor ons. Zingen? Ja.
Ja, jongens, het is volgens mij een heel mooi stukje doorheen. En het is een hele lange brief. Dan zo even zat die dan door niemand. Beste kinderen en leiding en naar Tobias. Ik heb gehoord dat jullie naar de oplossing van het Wie-Waar-Honderd-boek aan het zoeken zijn. Misschien dat ik jullie een eindje op weg kan helpen. Ik kan jullie in ieder geval verklappen hoe de schrijver van het Wie-Waar-Honderd-boek eruit ziet. Zodat jullie er morgen op uit kunnen trekken om hem te zoeken. Pardon. Ik heb voor ieder groepje een toverdoos in het park gestopt. Wacht nog even, nog niet gaan zoeken. We zullen eens kijken of er nog meer staat. Elke doos geeft een aanwijzing van hoe de schrijver eruit ziet. Kunnen we dat doen? Kunnen we dat allemaal aan de baan komen? Dan zullen we het even aan. Hebben we hier nog op? Please.
moest je zo met een auto lopen en moest je weer kruipen. Ik ga naar de bandjes toe en dan moest je op een stuk auto lopen, helemaal met een verkeer langs elkaar. En dan moest je heel hard rennen en dan stond ze buiten en ze zeepen. Dan kon je helemaal niet meer omhoog doen. Nee. Willem! Oh, ik dacht, ik kan met ze mee zijn gelopen. Wacht even hoor. Klep even aan de hoek. Ja? Ja. Dus als de zon schijnt? Dan springt hij helemaal, ja. Hé, hey, wat er gebeurt? Maika! Jongens, wat is er toch met Tobias aan de hand? Hoezo? Nou neemt hij Frank mee. Dit is toch geen ontvoering, hè? Misschien is Tobias al bang van die trop. Wat? Wat is er? Het boek is weg. Wat zeg je? Wat zeg je? Het boek is weg! Het boek is weg. Weg! Hoe kan dat nou? Daar regelen. Waar daar? In de zon. Heeft de zon wat gedaan? Heeft deze een boek in zijn hand? Hij heeft hier liggen slapen en nou is het boek weg. Dan kunnen we niet naartoe lopen. Jongens, we hebben een heleboel met een fiets. En iedereen die de fiets bij heeft, die gaat straks naar het boek zoeken. En naar de trollen. En dan gaan de kinderen die niet kan fietsen, die gaan naar de schrijver zoeken, want die hebben ook nog steeds nodig. Camera, vroeg op de fiets. Jongens, we gaan op zoek naar het boek nu, ja? Voordat we het boek met z'n allen kunnen gaan zoeken, moeten we aanwijzingen hebben waar we precies moeten zoeken naar het boek. That's all we want.
zit een mooie. Nou, nee, laat maar zitten. Lekker zo, hè. Zoek het Wonderboek. Heb je zoek maar het hier. Zoek. Je moet zoeken een winzin uit. En jullie moeten kijken naar Karin en Arjan. Alle bolle trollen in het bos gaan nu staan onder de tovertoren in het bos. Luister nu, dus gebruik je oren. Doe allemaal 8 stappen naar voren. 'De trol hier. Toen was het boek ook nog eens een keer kwijt. En daar hebben de groten naar gezocht. En hebben de groten dat gevonden. En een plantje voor de groten. Ja, we hebben
ja, kaarten is ook allemaal woorden. En die moest dan bij elkaar achteraan leggen. Dan kreeg je een zeewatersicht. Dan moest je dus, dat is een heel verhaal. En dan moest je dus het boek gaan zoeken. Er waren ze aanwijzingen. En toen, ja, opeens konden we niet meer verder, omdat er dus een heel groot wespennest was. Hebben de kleintjes iets gezocht? En wat hebben die gevonden? Wat zeggen jullie? En de schrijver is hier. Meneer de schrijver, komt u eens hier. Een boek gemaakt en hij is die bang voor. En ook een monster. Ja. Wat horen wij nu? U bent bang van uw eigen boek? Ja, heel erg. Dat Tobias uit dat boek komt. Tobias, ja, die zat in het boek. Die zat in dit boek. In dat grote Wiwa wonderboek. En hoe zit het met, die trol hier buiten? Die heeft u ook gezien. Die trollen? Ja. Die zaten ook in het boek. Die zaten ook in het boek. En nou is echt alles eruit. Helemaal eruit. En die zijn tot leven gekomen. Ik zal het even vertellen. Vertel ik was op een gegeven moment aan het schrijven. Ja. Grote Wiwa trol. Maar ineens kwamen die trollen. Keuze. Die werden in één keer levend. Die trollen waarover u schreef, die werden levend. Die werden in één keer levend. En toen? Nou, die kwamen ook nog eens tevoorschijn. Ja. Uit het boek. Die kwamen uit het boek. En toen? Uit het boek. En toen? Nou, toen zeiden ze op een gegeven moment. Die zaten een ontzettende treiteren en te pesten. Ik denk, wat krijgen we nou? Ja, en heeft u teruggepest? Kon ik niet. Kon u niet terug? We waren veel slimmer en veel sterker dan mij. Nou, wat oneerlijk. En, maar waarom stond er dan zo'n raar verhaal in? Ja, ik moest dus het verhaal zo afschrijven om die trollen hun zin te geven. Dus ik kon niks anders. Dus u heeft een verhaal geschreven wat u niet wou schrijven, ja. Maar u moest een verhaal schrijven zoals de trollen dat wouden. Ja, zo zit het in elkaar. Nou jongens, nou beginnen we te begrijpen, hè? Snappen jullie het allemaal? Ja! Wat zeg je? Ja! Oh, we zijn een beetje moe, hè? Ja! Wat zeg je? Ja! Het is toch helemaal leeg. Ja, maar er was nog iets tussen. Toen ze mij pesten, hebben ze op de naam uit het boek geschreven. Ik moest de naam uit het boek schrijven. En vandaar, ja zeker meer. U moest de nacht uit een boek schrijven. Ik vind het allemaal heel Wiwa wonderlijk. Vinden jullie niet? Ja! Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, en... Ja, even dat boek aan de kant hoor. Gaan. Ik snap er echt helemaal niks meer van. Maar waarom kan u niet gewoon het verhaal opnieuw schrijven? Het is toch leeg? Dat kan ik wel, maar ik ben ontzettend bang voor die trollen. Want die trollen, ja, die zijn er overal. Ik durf gewoon niet te schrijven en ik kan niet meer schrijven. Dus we zullen eigenlijk eerst iets aan die trollen moeten doen. Ja. Ja, wat moeten we daar nou mee doen? Wij zeggen, zullen we daar eens een nachtje over gaan slapen met z'n allen? Ja, kom maar. Hey, Tante. Dat is je broeder, hè? Ja. Kinderen, niet op het veld fietsen. Zo krijg je lekker banden. Michel Gilles, wil die even naar de heuvel terug? Van mij is al aan. Roy, ook gefeliciteerd. Jongens, gaan we het zien, maar dan? Ja. Kan u iets meer vertellen over dat verhaal wat u moest schrijven van die trollen? Hossefles. 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 Hossefles, Hossefles. Ja, ik weet het niet. Hossefles. Oh, Hossefles. Ja. En die woonde in Wiwa Wonderland. Daar woonde beginnen ook. Durna, die was daar in dienst bij de koning Hossefles. Maar op een gegeven moment was de koning helemaal niet tevreden. Want die nar, ja, die kon allemaal hele leuke kunstjes.
en grapjes uithalen. Maar op een gegeven moment kon je het helemaal niet meer. Hoe kon dat nou? Tja, de koning was dus helemaal ontsteld. En je denkt, wat krijgen we nou? Ik heb die nou toch in dienst genomen en die moet op een gegeven moment toch even typisch doen. Dat kwam nou. Ja? Ergens onder in een kelder waren al geluiden. Wat? Trollen. Trollen? De trollen, ja. De trollen zaten onder in die kelder en die waren allemaal aan het vervelende trollen. Maar ja, het komt allemaal door die trollen. Die rot, vervelende rotrollen, daar moet er toch iets tegen doen. Die troll hier buiten, hè? Wat is daarmee aan de hand? Want onze trollenexpert had gezegd, die is bikkelhard, maar die moest van steen zijn. Maar ik hoor van iedereen dat die zacht is. Maar is je troll zacht? Wat heeft dat dan te betekenen? Dus, dan komt hij bijna tot leven dan. Wat? Ik weet het wel. Waarom die troll zacht is? Trollen die worden altijd zacht als een echte troll in de buurt zijn. Hoe doen we dat nou vanavond? Want we hebben wel gezien, die nachtwacht van gisteren, dat was ook niet veel, hè? Ik denk dat we zelf maar op moeten gaan passen vanavond, hè? Dat al die grote hier maar blijven, hè? Dan passen we samen op, met z'n allen. Dus buiten is er een heel mooi spel uitgezet. En dat heet het narrenspel. Leiden! Nog één keer, Tobias, probeer het nou! Tobias! Zet hem op, hè! Tobias! Het goed, hoor! Tobias! Oh. Jongens, het gaat echt niet. Trol je toch, toch? Daarom zullen we toch echt dat narrenspel moeten gaan doen met z'n allen. Nou Tobias, ruik maar eens even goed. En dan gaan we eens kijken welke kant we op moeten. Weet je al iets? Daar is. Kom maar. Hier staat ook een steek, hè? Ga je kijken, hè? Oh, hey, troll niet! Jongens, wat zou je van mij willen? Zeg iets, maar ik kan helemaal niet bestaan als ze zegt. Wat? Ze laat foto's van zichzelf zien. Wat? Zo, maar duidelijk naar vrouw. Kom eens even hier kijken, ja?
wat zie je daar? Wow. Ze zijn zelf ook bang waar hij hier is. Maar dat zie je, jongen. Wat hier, hè? Niet te dichtbij, niet te dichtbij, pas op. Je weet maar nooit hoor, want volgens mij is dit zo'n versteende trol. Ga maar hier zitten, ga maar zitten. Ga je ook maar zitten. Hoor, ik zet een bandje. Nee. Zou zij die brief geschreven hebben aan ons? Dat zou best eens kunnen, die brief die wij gekregen hebben in de tent. Die hele lange brief. Ja. Die heeft die ons wel helpen. Volgens mij is dit een hele lieve trol. Er is iets heel spannends gebeurd vanmorgen. We hebben een echte trol gezien, hè? Ja, hè, kleintjes? Ja, ja. Kleine trol gezien, een stenen. Een helemaal gestenen. Waar is hij? Ah, hier is hij. Kijk eens. Die komt net niet op tijd. Die hadden we voor zijn holletje gevonden, hè? Ja, die stond voor zijn holletje en die kwam net niet op tijd in. We zijn zo benieuwd wat er op het bandje staat. En we hadden trouwens de trol mee hier naartoe genomen, in Anton's Armee. En wat gebeurde er toen? Nou, het stond nogal, hè. En toen heb ik het raampje opengedraaid. En hier op de hoek werd hij zo bang dat hij eruit is gevlucht. Bandje, zullen we eens naar het bandje gaan luisteren? Ja. Laten we het allemaal heel zachtjes doen dan. Tobias, snap jij het wel? Kom eens in. Zeg, ging jij trollentaal dan? Ja. Maar wat zeiden ze dan? Nou, dit is dus een hele lieve troll, maar dat wisten jullie al. En ze willen ons heel graag helpen en ze weten dat wij op zoek zijn naar slechte trollen. En vannacht, bij het nachtspel, zal zij het spoor uitzetten en dat spoor zal ons leiden naar de slechte trollen. Ja, stond er nog meer op het pad? Jongens, ze zit ook op het bandje. Zeg, is dit een lieve trol? Nee, dit is ook van het bandje. Hé jongens, nee, het trol. Dit was op het bandje hoor, er is hier geen trol. Dat waren de gemeene trollen, hè? En die gaan wij vanavond dus lekker vangen. Ga die trollen nu op een dwaalspoor brengen? Ja. Ja, want dan pakken ze daar het boek ervan. Ja, hoe moeten we dat dan doen? Ik stel u voor dat we vanmiddag zelf ook een boek gaan maken. Ja. Tobias, hoe gaat het met je kunstjes sinds we dat na de spel gedaan hebben? Wij moeten die trollen op papier doen, hè? Dat moeten we dus vannacht gaan doen. En als die trollen op papier zijn,
kan u dan het echte boek gaan schrijven? Als die trollen op een papier krijgen, dan kan ik inderdaad het boek afschrijven. Want ja, die hebben mij een hele tijd getest en getreikt het. Dus als het vanavond lukt, kan u morgen het echte boek gaan schrijven. Ja? Ja, dat is wel met die boekkersen. Wat? Met die boekkersen. Dat ging wel. En wij waren als eerste dat hij dus niet meer was komen. Ja, dat klopt. Maar ik kan beter de puzzels aan meenemen. Ja, we hebben alleen maar dat. Alleen dat. Ja, alleen die zin dat als je de zee daar naar wil, en dan vloeibare zee te nemen. En dan is het weer. Mag je met die blinkende dingen, mag je zak lang. Ben je de blinkende dingen voorbij, dan laat het over de vaccine. En anders blijf je bij de dan die zaklamp uit, dan wordt die alleen gebruikt, die is nodig. Goed bij een hutje blijven. Zijn er zo'n haak? Zijn er zo'n haak? Maar ik heb je op. Hoe jij die dan? Hou eens aan. Ja. Weg? Ja. Oh, daar loopt iemand zonder broek rond. Ja. Wie loopt er zonder broek?
komen. Hij lag bij ons in de tent, dus hoe kan hij daar komen? Maar jij bent hier, dus ik ben niet bezig aan. Ja. Officieel onthalen, noemen ze dat. Dan geven we een heel mooi en heel feest, geven we welkom. En dan hopen we dat u goede zin krijgt. En dat u dan toch gaat schrijven. Zullen we dat gaan doen? Ja, nou de leider die weet wel een beetje wat de bedoeling is. Je kunt vlaggetjes gaan maken, muziekinstrumenten. Er komt een hele mooie erepoog, die mag je gaan versieren. Allemaal van dat soort dingen. Je al in staat om te schrijven? Nee. Ja, ik niet, hè? Nee, Tobias is er niet, hè? Nee, kijk, nou hebben we wel een trol op papier en nou is Tobias even gegeven. Schrijven, om dan nou een beetje afleiding te geven, hebben wij een video gemaakt voor u. Een videoopname. We hebben die twee meneer gedaan, die meneer met de camera. Die heeft een opname gemaakt met alle kinderen op het veld. Stonden ze bovenop een hele hoge plek. En toen hebben ze een opname gemaakt met de kinderen. Dat is een beetje een verrassing. En nou wil ik eigenlijk dat u daarna gaat zitten kijken. Dat wil ik wel zien, hoor. De kaffel is naar beneden, hè? Ja. Zullen we dat doen? Oké, let op allemaal, hè. Let op. 1, 2, 3. En schreeuwen. Kijk schrijven. Ziet u het? Wel. Oh. Welkom, uitroepteken. Maar Thomas, die is bang. Want, je moet daar samen, als je boek afschrijft, moet je bij mij in het boek samen met die boze troll. En die was nog een beetje zenuwachtig en een beetje bang. Dus ik ken hem vandaag ook niet meer. Maar Thomas is. Nou, Thomas, dat weet je wel, die komt uit een boek.
Nou, en ik denk, ik weet eigenlijk bijna zeker dat hij naar de bibliotheek gevlucht is. Frank, als jij nou meegaat, Frank, jij gaat met Bibo mee, je houdt het apparaatje aan, onze walkie-talkies, en af en toe dan laat je even horen hoe het is. Dat doe ik. En als je hem gewonnen hebt ook, hè? Ja, dan laat ik alles horen. Ja, laat alles horen en je komt overal ertussendoor. Ja, op zien jullie. Frank, hier apart in de grote tent, heb je al iets gevonden? Ja, we zijn er bijna. Zijn jullie bijna bij de biep? Bijna bij de biep. Nou, snel gaan zoeken dan, hè. En als je iets weet, laat je het even horen. Ik laat het treuren. En Frank, wil je dit een keer herhalen? Hij staat te trillen van de zenuwen. Hij staat te trillen van de zenuwen. Nou jongens, zijn we blij of niet? Laat eens even horen. Oh jongens, we zijn aan het rijden. We rijden 100 kilometer per uur heen. Oh. Hadden, over. Sophia, Sophia, Sophia. Ik ben er met de schrijven. Ik ben Kunnen we nog een keer proberen? Kom eens hier voor ons staan. Nou jongens, Tobias gaat het nog een keer proberen met zijn kunstjes. Even, ja. Moet Tobias nou het boek in? Ja, Tobias, die moet ook het boek in, want het verhaal ging van Tobias. Het is gewoon een lichtklus. Nou, en dat is een hele klas. Dus nou moeten we afscheid nemen van Tobias. Ja. Nou jongens, zeg, schrijver. Ja. We hebben hier een hele mooie bus staan, hè. Ja. Kan je daar het boek af gaan schrijven? Nou, ik denk dat ik niet allemaal dat kan gebeuren. Kan u snel schrijven? Zeker. Ik denk dat het nou een klein half uurtje. Een klein half uurtje, lukt dat? Ja, nu wel. Ik zal nog zelf feesten meneer. Die kan snel schrijven, hé. Nou. Dag Tobias, schrijf het zo meteen, hè. Dag! Goeie reis van Wonderland. Mooi boek. Ja, het is echt gelukt. Oh, zal ik hem even vasthouden? Kan ik bladeren? Nou jongens, kijk goed. Goed kijken. Helemaal vol. En wat is Tobias? Ah, hier heb ik nog een trol. Haha, weer een engel. Even kijken. Ah, sleep uit, sleep uit. Alle kinderen lachen uit. Sleep uit. Stomme trol. Dat is kijk hoor. Hier is Tobias. Zwaai even. Hey, dag Tobias. Hey. Leuk hè. Zeg, Tobias. Boek kun je lenen bij de Bibobus. En het blijft er zeker een jaar liggen. Goed? Maar ja, ik weet niet. Het is een heel zeldzaam boek. Dus af en toe zal je wel misgrijpen. Maar ja,
Dat lost ik zelf op. Schrijven. Hartstikke bedankt. Graag gedaan hoor. Ik ben ontzettend blij dat het boek echt goed afgelopen is. Nu. Ja. Nou, ontzettend nou, wij zijn ook hartstikke blij jongens. Yay! In de biep, hoera! In de biep, hoera! Harder, in de biep, biep, hoera! Juist. Hij schrijft het verhaal zo als het moet, dan komt alles toch nog goed. Hij is klaar! We zullen met z'n allen van moeten maken, vakantie is een kort. En je kunt nu ouders de foto's bij je leiding gaan halen. Het hele Kako, hartstikke bedankt allemaal. En tot ziens. Dag! Kan je hier recht leggen? Hoe is dat? Ivo van Rijden, wil je naar de grote tent te komen? We wisten wat het woord is al. Ja! Nou jongen, ik heb me net op de vrouw gedaan. Ik sta zo lang in mijn moeder te zitten. Ja, jongen.
En die gaat zelf koffie, hè? Dus, en dan snel naar je hutje. Leiding blijven bij, zodat er niks gebeurt. Let op spijkers. Oké, okay, klaar.